zijn ook mensen die verzwijgen en die geven je een trap in de rug na. Geen vriendschap meer, maar dan krijg je nu te horen dat diegene die dat gedaan heeft ziek is, ernstig ziek. Ja, met het woordje kanker erbij. Maar ik weet ook waardoor het komt dat diegene ziek is. Ja. Ja, de meisjes hebben net een koekje gehad. Krijgen ze altijd eventjes, hè, voordat we naar bedje toe gaan. Maar we gaan nog niet naar bed. Nee. Want kijk. Daar ben ik nog mee bezig. En dat wordt een hele mooie video. Ja, wel een lange. Ik kan er niks aan doen. Nog lang niet klaar. Een hele, hele goede namiddag, lieve vrienden. En welkom weer bij een nieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Het is vandaag alweer zaterdag, de 25e, een rotdatum voor mij, maar dat doe ik er niet toe. De 25e van de 11e, 2023. Ja, de 25e, dat doet het bij mij iedere keer, hè. Ja, op die datum, niet november, maar in februari, maar wel dezelfde datum, dus hetzelfde getalletje. Is mijn mannetje toen destijds overleden in 2017. Maar in ieder geval, het is dus 16:24 uur. Reden dat ik zo laat ben? Nou ja, ik was het helemaal vergeten, want ik kreeg onverwacht bezoek die sowieso niet op de vlog willen. Dus ja, daar heb ik respect voor. Als ze dat niet willen, dan willen ze dat niet. Nee, niet mijn broer en mijn schoonzus. Iemand die ik, waar ik de namen ook niet voor zal noemen. Wel leuke mensen hoor, lieve mensen. En ze komen ook niet van hier, ze komen van afstand. Ja, ik heb het eigenlijk nooit over ze. Nee. Maar dat maakt ook niet uit, dat zijn gewoon vrienden op afstand. En ze komen één keer in het jaar even langs. Nou, hartstikke leuk, moet kunnen. En dat was vandaag. En ze kwamen onverwacht, omdat ze ook hier in de omgeving moesten zijn voor iets anders. En hebben ze gelijk mij eraan vastgekoppeld. Nou ja, en ik was thuis. Ze hebben ze geluk gehad. Ja, en daardoor ook helemaal vergeten. En ik ga zo ook even weer mijn hondjes uitlaten. En ja, dat moet ook weer gedaan worden. Het is prachtig mooi weer. De hemel die is helemaal, ja, egaal. Ik zag wel dat er boven zee weer wat bewolking hing, maar het is prachtig. Het heeft wel geregend vandaag en niet zo zuinig ook. Ja, en maar het is nou droog. Het is wel koud, 8 graden. Gelukkig geen andere gevoelstemperaturen erbij. Dus ja, ik kleed me sowieso wel warm aan. Want het waait ook nog als een raket, al zie ik het hier wel niet, maar ik hoor dat wel gieren bij de brievenbus. Dus het zal me wel zo wezen. Dus ja, dat dus. En dan zullen we het gewoon beleven. Ja, ik moet ook weer editen, dat weten jullie, dat is iedere dag weer raak. Nou ja, en weg. Waar moet ik naartoe om deze tijd? De winkels die sluiten om 5 uur, weet je. Dus ja, dat gebeurt het hem ook niet. Helaas, pindakaas en... Kom dan weer hoor. Ja, kom vanzelf wel weer dat er iets is en dat ik zeg, ja, hé. Hey. Ja, we hadden ook die Sinterklaas kunnen zien lopen door de stad. Nou ja, ik, de hele kleine kindertjes denk ik dat die niet naar mij kijken. Maar de kinderen die al wel wat groter zijn, die geloven er toch niet meer in. Nou, ik vind die zwarte pieten, zijn niet zwart. Onze eigen pieten moeten we terugkomen, die we vroeger hadden. Ja. Dus ja,
of ze ooit terug zullen komen, maar ze mogen van mij wel weer terugkomen. Ja, want ik vind dit maar niks. Ik vind die Pieten zijn te herkennen. Loopt je ondertussen. Ja, hé, hey, oma Henk. Nee. Dat kan toch niet? Ja. Maar in ieder geval, maakt verder niet uit. Ik vind er helemaal niks meer aan dat hele Sinterklaas gebeuren. Ik vind het jammer dat onze eigen Pieten weg zijn gehaald. En degene die nou als Piet moeten doorgaan, die vallen te herkennen door zelfs kleine kindertjes. Nou, ik vind dat sneu. Ik vind dat erg. Onze traditie Sinterklaas en Zwarte Piet. Dat is er niet meer. Niet op die manier. Nou, en dat moet terugkomen. Ja. Met alle liefde. Ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet gewoon verder van jullie zaterdag. Gaan wij ook doen. En ik ga met mijn meisjes lekker even lopen. En dan komt alles wel goed. Ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Hallo lieve vrienden, daar zijn we weer eventjes. Ja, ik heb Karin lekker weer even gezien. Die heb ik eventjes weer kunnen knuffelen. Toen ik met de meisjes uitging. Ik heb haar gelijk het een en het ander gegeven. En daar was ze weer heel blij mee. Ja, maar ik vraag me één ding af. Waarom zijn er mensen op de wereld die niet te vertrouwen zijn, waar je van denkt dat ze wel te vertrouwen zijn? Daarbij, waarom heb je mensen op de wereld die ook dan nog dingen verzwijgen? Heb ik het weer over andere mensen? Het zijn niet dezelfde mensen die je niet kan vertrouwen, maar er zijn ook mensen die verzwijgen en die geven je een trap in de rug na. Geen vriendschap meer, maar dan krijg je nu te horen dat diegene die dat gedaan heeft ziek is, ernstig ziek. Ja, met het woordje kanker erbij. Maar ik weet ook waardoor het komt dat diegene ziek is. Ja, die heeft de gifspuit gehad. Daarvoor had diegene geen last. Nee. Dus ja, 1 en 1 is 2. Dus ja, helaas. Ik hoop voor het verdere gezin die dan wel niet meer thuiswonende kinderen hebben, maar ja, toch voor het hele familie, dat diegene blijft leven. Maar ik heb er een hard hoofd in. Ja. Ik ben bang dat die wel heen gaat. Maar ja, daar heb ik niet voor te zeggen. Dat heeft ons lieve Heer voor te zeggen. Het zijn christenen, maar qua gedachtegang zou je eerder zeggen, geloof daar beneden in de kelder. Ja, want het boten de laatste jaren al niet zo goed meer tussen hun en mij. Ik had wel medelijden met een andere persoon. Want die werd gewoon als slaaf gebruikt, slavin, het is maar hoe je het wilt benoemen. Ja, gewoon slaaf. Laat ik het zomaar in het algemeen houden. Slavernij. Door de andere persoon. En dat ziet degene die als slaaf werd gebruikt, werd ook niet gezien. Terwijl er mensen genoeg zijn, nu nog, het er steeds erover hebben van ja, die gebruikt die. Als slaaf. Hoe dan? Kwam niet eens niet van mij, hè? Ik hoorde dat van anderen ook. Maar ja. In ieder geval, ik begrijp zulke soort mensen niet waarom ze dat doen. Niet te vertrouwen, de ene persoon. Die vertelt alles door wat je aan die vertelt. En van die krijg je dan een trap in je rug na, terwijl je zo goed bent geweest. Ze hebben het moeilijk gehad, die mensen. En liepen naar de voedselbank. Ik had ook een heel pakket, een heel groot pakket met levensmiddelen en alles daarheen gebracht. En wat is de dank? Nou ja, vul dat zelf maar in. Ik begrijp dat niet. Maar ja. In ieder geval, ik ga lekker kerstfilm kijken, een bakje koffie erbij. Ik heb al gegeten, de hondjes zijn natuurlijk ook uit geweest, anders had ik Karin niet gesproken. En die kwam ook lekker gezellig tegen. Dus ja, dat dus. En nou ja, ik heb de kerstspulletjes weer aan.
Ja, alles is weer aan. Het is weekend en dan heb ik het aan. Vind ik gezellig. Ja, ja, ja. Lekker gezellig. Ja, ook die kaars. Ja, dat vlammetje, hoe minder de batterij wordt, des te minder dat vlammetje gaat flikkeren. Want dat flikkert een beetje, maar ik vind toch die ik laatst gekocht heb mooier. Ja. Dus ja, dat dus, lieve vrienden. En ik ga eventjes proberen onze enige echte Jan van Dam te bereiken. Want die heb ik eventjes wel nodig. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond en tot later. Doei. Ja, de meisjes hebben net een koekje gehad. Krijgen ze altijd eventjes, hè, voordat we naar bedje toe gaan. Maar we gaan nog niet naar bed. Nee. Want kijk. Daar ben ik nog mee bezig. En het wordt een hele mooie video. Ja, wel een lange. Ik kan er niks aan doen. Ik ben lang niet klaar. Tenminste, ik ben met de muziek nog bezig. En ik moet er nog switchen ertussen doen. Dus voordat ik mijn bedje leg. Nou, het is nu 2:30, zegt de klok. 2:35, zegt de computer. Ja, en Google Hub ook. Dus ja, ik leg nog 1, 2, 3 niet. Dus, maar ik zeg wel alvast welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En degene die naar de kerk toe gaan, een hele, hele fijne kerkdienst gewenst. En natuurlijk God zegen. En ja, jullie weten het ook allemaal, God die houdt gewoon over ons de wacht. En daarom zeg ik, tot aan de andere kant van de nacht. Doei!